Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn orke vanille en chocolade. 9 januari 2006, een historische datum voor Stadstv Turnhout, want op die dag verschijnt de allereerste aflevering op de buis. Alsjeblieft. Hoeveel alsjeblieft? 1,60 euro alsjeblieft. We hebben in de jaren 80 een onderzoek laten maken over de hele communicatieverhaal in Turnhout. En dat was een Nederlander, meneer Bollema, en die had een... doordat wij heel veel middelen hadden en dat we die eigenlijk op elkaar moesten afstemmen. En die had onder andere daar Stadstelevisie in vernoemd al. We zijn tot de vaststelling gekomen dat we zo ongeveer 44.000 mensen hebben die regelmatig naar Stadstv kijken. En dat is voor ons, zijn goede cijfers. Dat betekent ongeveer 48% in het Turnhoutse. Nog eens een 23% in de omliggende gemeente en tot 13% in de daaropliggende gemeente. Tot zover de cijfers. Nu is het tijd voor het echte werk. Hey, ik ben Sarah, journaliste bij RTV. Voor deze 100ste aflevering neem ik u mee achter de schermen van Stadstv Turnhout. Welkom bij deze making-of. Op een redactievergadering ontmoeten de verschillende spelers elkaar vaak voor het eerst. Maar voor het zover is, ligt er al een hele zoektocht achter ons. Want alles begint uiteindelijk met een goed idee. We proberen, als we een reportage op Stadstv gaan maken, dan proberen we een jaar op voorhand al bij onze stedelijke diensten, dus stadsdiensten eigenlijk al, eens te gaan checken van, kijk, hebben jullie al dingen gepland, belangrijke evenementen of zijn er speciale happenings, waar we dan zeker een reportage over willen maken. Dus dat is al één manier eigenlijk hoe dat we terechtkomen aan een goed item. Een tweede ding is natuurlijk om zelf wat research te gaan doen en is te horen wat er in de stad zoal leeft, bij mensen zelf. En dat is ook iets waar we eigenlijk stiekem ook nog mee naartoe willen om meer bij de mensen thuis eigenlijk zelf Stadstv te gaan maken. Als het draaiboek vast ligt, trekken we met camera, statief en microfoons op pad. Een aflevering wordt op één dag ingeblikt. Chaotisch, maar afwisselend. En net dat maakt het zo leuk. Vandaag zijn we dus effectief aan een draaidag begonnen. Dus we lopen de hele dag met cameraman en journalisten op stap om een reportage, die nu toevallig over noodplanning gaat in Turnhout. Die zijn we dus nu eigenlijk aan het draaien in losse stukjes allemaal. Dat is eigenlijk een gigantische puzzel die op voorhand wel vastgelegd is van hoe dat die er moet gaan uitzien. Wat we nu doen zijn eigenlijk al die puzzelstukjes of die fragmenten, of die stukjes film eigenlijk allemaal aan het opnemen. Die worden dan later in de montage allemaal netjes achter elkaar gezet in een goede chronologie. Wel, mijn rol is, ik ben eigenlijk een beetje de coördinator van het projectje voor de stad dan. In de zin dat we dus zorgen dat we de items die we op voorhand vastleggen, dat die effectief ook op de juiste manier in beeld worden gebracht. Want het is natuurlijk voor de mensen die de reportage draaien, voor hun is dat dus een onbekende materie. Dus ik probeer dan eigenlijk hetgene dat we uit de redactie hebben afgesproken, om erop over te waken eigenlijk, dat die zeker in de reportage juist in beeld wordt gebracht. Eens de beelden gedraaid zijn, gaat het richting Heultje. In de montagecellen van RTV krijgt het verhaal definitief vorm. Voor de montage van Stadstv krijgen we één dag. En wanneer de journalist haar selecties maakt van een stuk interview, bekijk ik meestal gewoon even snel de beelden. En dan bekijk ik welke sfeer dat de reportage gedraaid is. En afhankelijk daarvan ga ik eerst de muziek kiezen. Dan komt de journalist erbij zitten en dan selecteren we eerst meestal de quotes, stukjes interview, die zetten we op de tijdslijn, de muziek erbij. En dan hoeven we eigenlijk achteraf enkel nog de meest bruikbare beelden op de juiste plek te zetten. Mijn taak bestaat er natuurlijk ook wel in om te zorgen dat er zeker alles in zit wat we het ook beoogd hadden, om samen met de diensten een samenhangend geheel te hebben. Ik zie er natuurlijk ook op toe dat alles er ook in zit qua beeld, hè, dat duidelijk is voor de mensen. Nu, als de draaidag gebeurd is, dan laat ik het over aan de deskundigheid van de montagemensen en van de journalisten. En dan leg ik de reportage, als ze bijna klaar is, leg ik ze voor aan onze schepen van communicatie, die dan eigenlijk ook zegt van het kan uitgezonden worden, dat er zeker geen foute dingen in zitten. Het resultaat ziet u elke maandagavond op RTV en elke woensdag op www.turnhout.be. Bedankt voor het trouwe kijken en we zien u graag volgende week terug voor aflevering 101. Tot dan!